goed, jullie kijken naar deze nieuwe tweede aflevering van DuckTales Remastered. Ik heb de FPS verlaagd naar 15 FPS, mensen. Sorry, dat moest ik doen. Of ja, ik kreeg heel erg een lag en zoiets. Dus ik heb het helaas verlaagd. Voor jullie. Voor jullie helaas. Ik zit zo van, ja, ik ben er juist blij mee dat ik het heb gedaan. Omdat ik het niet deed, ja, dan was het echt super vervelend. En jullie hebben het natuurlijk niet gezien hoe het was. Ja, vorige aflevering. Maar ik heb deze aflevering die ik nu ga doen, heb ik dus eigenlijk al opgenomen. Alleen dat ik toen de FPS te hoog gezet, waardoor het heel erg lagde ook voor mij terwijl ik het speelde. Ik ga het geluid voor mijzelf wat zacht zetten. Dan horen jullie nog steeds even hard, maar ik kan mijn heurvolume van mijn koptelefoon harder en zacht zetten. Dan zet ik even op dit. Ga lekker de Amazon doen. En gaan we hierna Transylvania doen of zoiets. We gaan gewoon zo in volgorde doen. Launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan king. Launchpad is turbo in het Nederlands. Ik dacht dat het turbo. Ik heb trouwens gisteren nog, gisteren heb ik de eerste aflevering van deze serie opgenomen. Heb ik nog eventjes wat DuckTales afleveringen teruggekeken. Ik vond het echt nog steeds super geniaal, nostalgisch. Ja, ik heb de film ook gezien, dus. Thanks for the lift, Launchpad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great, then I'll be your eyes in the sky. Och, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. Oh, turbo is er trouwens overal meer. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl, and I'm not leaving till I find it. Trouwens mensen, ik kan het niet erger, want er staat nu de hele tijd bij OBS ook. Waarschuwing, hoog CPU gebruik voor encoding, overweeg om de instellingen te verlagen. Kan ik echt niks aan doen als het dus daarom zo heel erg vast loopt. Maar, ja, weet je wat. Ja, er is eigenlijk geen manier om dat op te lossen. Ik weet niet hoe, als jullie een manier hebben om het op te lossen. Doe dat dan, maar deze game, ik kan de resolutie ervan niet lager zetten. Wat ik wel, of in een kleiner scherm spelen, dat kan ook niet. Kijk, en dat lost vaak heel veel op. In Willowbone, dat deed dus, dat is ook hetgene wat het heeft opgelost. Hoe ik dus nog steeds, volgens mij in bijna HD, kan opnemen hoe ik... Oh, wat is dit? Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. I'm not even going to dignify that question with a response. Dat vind ik wel gewoon geniaal. Oh ja, trouwens, die aanval, ja, die heb ik vastgelegd van het nieuw. Maar dus. Ja, daarom. dat is dus in Rayman Origins heel fijn. Dat wil ik wel gewoon in Wereld mode kon spelen. Nu moeten jullie maar doen met... Oh, nee! Oh, kut, dat ding kan je natuurlijk niet doodmaken. Dat ding is gewoon een klote beest. Hij heeft gewoon geen leven. Kan ik trouwens hier klimmen? Ja, kijk, dan kun je naar beneden. Is dat een geheim? Natuurlijk, waarom ook niet? Maar zo kun je ook... Zo kun je de map zien. Je kan dus zien dat ik nu hieronder ben, dan kun je zo heen en zo, ja. Zo kun je dadelijk al gaan weg en hier moet je heen. Dit zijn dus al die coins die je zo ziet. Dat zijn allemaal die dingen. Dus ja, dat zijn alle coins die je dus zo kan vinden in dit ding. Ik wil hier niet in één keer, kijk, op alles gebruiken. Want het is ook soms zo'n spel, ja, dan sla je dit ding weg.
En dan kan je ergens anders niet meer bij komen. Maar in principe moet het niet mogelijk zijn. Ik denk dat er niets is waarom ik het niet zou kunnen doen. Die slang moet ik helaas doodmaken. Oh, ik zie het nog niet leuk. Krijgen we weer zo'n coin. Kijk, zo moet ik al die coins verzamelen. Oké. Nou, ik weet dus niet of daar boven iets is. Nope. Dan kun je zo heel makkelijk zien waar iets is eigenlijk. En dat vond ik super fijn aan dit spel. Ik weet niet of ze dat ook al in de originele dakje, dat weten ze niet. Die steen wil ik bewaren, want stel nou dat er iets is. Weet je, is het altijd handig om die er nog te hebben. Nou, dat is dus niet handig als dat gebeurt. Je houdt gewoon safe, die 70 miljoen en zo, dus ja. Ik weet alleen niet zeker. Ah! Oké. Ah, verdomme, maar ik weet wel dat je door die spullen kaas spinnen. Kijk, weet je, hier zo op kan met je bamboesgroep. Alleen met je bamboesgroep kan je daarop. Kijk, door zo te springen. Bam! Het springen dacht ik eigenlijk altijd dat super moeilijk werd. Dat je ook precies. Dat deed ik eerst altijd. Kijk, die deed ik zo. Dat je precies op het goede moment op Z moest drukken. Je kan ook gewoon Z van de hele tijd ingedrukt houden. 10 keer zo makkelijk. Life hack. Verdomme. Verdomme, meneer Spin. Verdomme. Nou. Dit spel is, vind ik echt een leuk spel. Ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Ik vind het zo leuk. DuckTales vind ik leuk. Ik kan bearing the image of the queen hoor. Ik wil find the treasure for sure. Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McDee. Voor de rest, we gaan nu denk ik gewoon even deze kort pakken. Gaan we hier omhoog weer. Dat kan niet eens ieder het soort dingetje. Gaan we helemaal terug zo. En ik ga het dan gewoon zo gaan. Zo, ja, dan gaan we richting het einde van dit level. Maar we zijn ook eigenlijk al op de helft aflevering. Ja. Ja! Yeah. Kijk, ik wil die slang en zo verkeerde dan maar. Holy moly, wat gebeurde daar? Waarom lag ik opeens? Opeens lag ik, mensen, opeens. Zit mijn computer van hé, je kan het niet meer aan. Oké. Rust. Het was even een rustmomentje voor mijn computer. Zo. Ja, dat doe ik soms wel. Ik heb het gewoon even pauze in gameplay. Maar dan vooral. Kijk, in dingen zoals Minecraft heeft dat heel weinig zin. Maar. En bijvoorbeeld zo'n game. Staat dan even achter, helemaal stil. Computer kan even bijkomen. Hoppa. En dat helpt dan, zie je. Ik denk dat het wel helpt. Die slang is dood. Ah nee, verdomme. Kijk, het is super kut dit level, maar we doen alles voor de coin. Oh god, ik wil die ding ga ik gebruiken om die spin te doden. Ik ben echt heel bang dat hier wat in gaat zitten, dus... Holy moly, kijk, dat vind ik ook wel leuk aan dit spel, dat weet je, dat je eerst soms dingen moet laten verschijnen. A coin showing the sun. Gads, I nearly tripped over it. This place is a mess. Where's Mrs. Beakley when you need her? Dat is mevrouw Bakker. Ik vind het allemaal gewoon heel grappig, omdat ik ook nog een paar referenties ook maak aan de serie. En dat het grappige dingen zegt. Dus ja, ik ben echt leuk. Trouwens, kijk, hier kun je dus zo omhoog. Maar dan gaan we nog niet heen. Daar zijn dus die bijen. Die ik ook van het laatste scherm kan kennen. Die bijen zijn natuurlijk hier ook. Ja. Ik wacht nu eigenlijk tot er nog zoiets van een aap of een bij of iets komt. Want dan kan ik die daarmee openen.
En ja, ik weet niet waarvoor ik anders eigenlijk die rok nodig had, maar look at this. Misschien is hij nog handig. It must represent a good harvest. This is Launchpad calling Mr. McDee. What is it, Launchpad? I'm running a little low on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, for the next thing you'll be flying is a model airplane. Okay. Last time I ask you for help. Is that a promise? Oh, ja. Nou, in ieder geval, we gaan even dus wachten. Ik ben trouwens even stil als ik dat zie. Ben ik eigenlijk bijna nooit, maar in dit spel. Gewoon wel, omdat ik dit zo leuk spel vind en zoiets, dat ik het gewoon denk van ja, ik weet nog toen dit spel gewoon speelde net. Had. Ja, dan is dit spel heb ik eigenlijk maar gewoon 2 jaar geleden gekocht. Dus dat is niet zo heel erg nostalgisch. Maar het is vooral ook meer de serie die ik heel erg nostalgisch vind. Found another one. It depicts the ruling might of a spear. This is Launchpad, Mr. McDee. Come in, Mr. McDee. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. Nou, dat heb je dan weer mooi voor elkaar, Launchpad. Nou, hier kunnen we volgens mij niet heel erg omhoog komen met zo'n klein stukje. Dat is gewoon een geheim, dat is niet iets van dat je zo'n verdieping omhoog gaat. Maar je ziet het wel op de kaart. Dus ja, dat vind ik aan de ene kant ook wel jammer. Maar aan de andere kant, het is super fijn dat je kan zien waar alles is, want het is super overzichtelijk. Kijk, ik vind het nu echt super overzichtelijk. Je kan zien, nee, daar ben ik geweest. En het is nog steeds het is moeilijk eigenlijk om alle treasures te vinden. Terwijl het toch wel heel overzichtelijk is van, nee, wat, waar ben ik nou geweest? Heb ik dat al gepakt? En zo, daarom vind ik het heel handig. Dus ik vind het juist wel fijn dat ze dat zo hebben gekozen om dit zo te doen. Ik dacht echt toch echt even dat ik dat pak. Kijk, dat je dan wel dit zo op de map ziet. Dat hier wat is. Vind ik toch wel heel erg fijn. Want ja, het is heel overzichtelijk daardoor. En ja, ik hou van overzichtelijk. Nu vraag ik me af of ik hier nog op kan komen. Ja, natuurlijk heel niet. Er zijn ook wel eens dingen. Kijk, ik heb het zo'n ja, moet je een ding doen als je het dan verpest, want die kisten openen al eerder. Kon je niet meer hier bovenop komen, dat ga je vooral heel erg meemaken in de latere werelden. In dit merk je dat nog niet echt, maar de moon, ik heb dit wel trouwens ook nog nooit uitgeput. Ik heb de moon. Volgens mij heb ik de Himalaya's nog nooit gedaan. Nee, Himalaya's heb ik nog nooit gedaan. En dat is dus ook gewoon echt de enige die ik nog nooit heb gedaan. Voor de rest heb ik ze allemaal al een keer gedaan. We zijn dood gegaan. Ik hoop dat we een beetje dichtbij hebben spannen. Dat is fucking dichtbij. Verdomme. Meneer. Oké. Oké. Maar eigenlijk springen is ook gewoon, dat is het meeste. Zo. Verdomme meneer slang. Gaat u maar weer naar beneden hoor. Sorry meneer, dit moet ik echt even doen. Ik ben echt vast in mijn keel. Ik ben mijn keel. Nee, kill! No! Ah, kutzooi. Oké.
Als ik door die bij werd geraakt, die bij bedoel ik nog een keer werd geraakt. En dat je één keer door die bij werd geraakt. Oké, maar. Verdomme, als ik ook nog eens door die stekels werd geraakt, dan werd ik echt boos. Nice! Dat is weer een nice dingetje erbij. Kijk, je mist ook heel heel vaak mis je ook gewoon versies. Maar kijk, ik wil het spel houden de 100% omdat ik het anders zo'n kort spel vind. Dan is 100% we gewoon zoveel mogelijk onderzoeken. Lekker, weet je, je kan ook gewoon een keer naar de baas gaan even wat sneller. Die coins moet je volgens mij wel hebben. Gewoon eventjes alleen maar snel die coins pakken. En dan hup naar die baas toe. Maar in ieder geval, ik dank jullie dus voor het kijken van deze aflevering. Van DuckTales Remastered. Vond je dit nou een leuke aflevering van DuckTales Remastered? Doe even een duimpje hoog. Als je geen leuke aflevering vond, ja dan niet. En link je volgende keer. Doei!